blaffende druif. We kregen een mailtje van Paul Wellerlooy uit Amsterdam. En die vroeg, wat is nou beter? Roestvrijstalen vaten of eikenhouten vaten? Wel nu, Paul Wellerlooy uit Amsterdam. Allebei is noodzakelijk. Als de druiven binnenkomen, beginnen zij hun leven in deze roestvrijstalen vaten. Hier vindt de gisting plaats. Hier gebeuren alle andere dingen. Dan blijft het bijna een aantal maanden in deze vaten. En daarna wordt het overgepompt naar eikenhouten vaten. Plaatje. Daar zijn de wijngaarden. De wijn uit die vaten daar, die gaat dan in deze vaten. Hoe gaat dat dan in die vaten? Het gaat met een slang. Hoe wordt dat overweg? Dus het gaat in de muur. Er gaat een slang doorheen. En dan gaat het uit de roestvrijstalen vaten. En dan komt het in deze vaten. En daar rijpt het dan voor ongeveer 18 maanden in ons geval. Het kan ook wel korter, maar wij laten het 18 maanden rijpen. Dankjewel. Tot de volgende Blaffendruif. Heb je een leuke wijnvraag? Stuur hem in naar de blaffendruif@tulip.nl en dan krijg je antwoord. Het zij wordt je vraag opgenomen in het boekje, het zij live op deze video. Boekje? Welk boekje? Ja, er komt een boekje, de Blaffendruif, met de leuke vraag. Oh ja. Voilà, dat was hem. En hartelijk santé. En Ja.